En dit, dit is gewoon een kwestie van praten. Dat is niet hier doorheen. Ik kan ook klimmen. Oké. Okay. Nee. Oké. Okay. Allemaal, het wordt een beetje voor mij wennen ook, want we zijn altijd gewend om hem samen te geven. En ik was een beetje vergeten ook om mijn collega te vertellen dat we het vandaag gingen opnemen. Dus ik sta, of wij staan er de hele dag zo bij en gaan dit overgeven. Dus wellicht kan onze presentatie veel flitsender en soepeler zijn, maar ik denk dat jullie het me wel vergeven vandaag. Professionaliteit. Ik denk zo op de maandagochtend, als ik jullie zo zie, een hartstikke leuk onderwerp om mee te beginnen. Ik ben eigenlijk wel benieuwd, als je zo de term ziet staan, professionaliteit, wat is je eerste gedachte daarbij? Mag alles zijn. We gaan het vandaag over hebben. Ja. Ik denk als eerste aan stiptijd, dat is wel een van de meest belangrijke aspecten. Stiptijd, ja. Beroepsethiek, ja. Ook mooi. Ik denk vaardigheid. Vaardigheid, wat voor soort vaardigheid? Oké. Ja, dus hoe gespecialiseerd je ergens in bent, dan bedoel je ook een bepaalde vakinhoudelijke kennis, expertise. Ja, oké. Andere dingen nog? Ik hoor nog een paar dingen. Is dat professionaliteit voor jullie? Ik hoor stipheid, dat is eigenlijk weer heel iets anders dan vakinhoudelijke kennis. Beroepsethiek, ook weer een heel interessant onderwerp. Een zwaar onderwerp. Ja. En als we het vandaag zomaar gaan bespreken, dat is een beetje een flauwe vraag, wat denk je dan dat we gaan bespreken? Niet beroepsethiek in ieder geval. Super jammer. Oké, nou misschien is het wel leuk om even te beginnen met een filmpje. Dit is inderdaad Vincent, ik ben Lisanne. We zijn van Procom, ik ga straks even kort vertellen wat Procom doet, waarom we hier zijn. Heel kort, meer als jullie, voor jullie als achtergrond. Ik zag al twee bekenden hier vooraan, zijn er meerdere die van mij dit najaar gastles hebben gehad? Oké, daar. Zijn er mensen die helemaal mij en Procom nog niet kennen of een collega van mij? Oké, ja. Ja, oké, dus dat is een beetje 50-50. Okay. Ja, we gaan er twee laten zien. Oké, nou, we hebben twee filmpjes opgesnurd op YouTube. Wij vonden hem hilarisch. Ik ben benieuwd of jullie me al kennen, maar dat laat wel een beetje misschien een goede start zien van professionaliteit. Ja. So, take it away. Eerste van professionaliteit, we hebben hem trouwens halverwege gezet om jullie een minuut van frustratie nog te besparen, maar hij was dus al echt een minuut bezig met printen en werkte niet en dit was het gevolg. De tweede is nog wat korter. Oh, ja. wel bekend misschien. Dit is bij ons op kantoor, dit. Ja. Zo ziet het als vrijdag eruit. Ja, nee, dus dit was mijn intro als het gaat om professionaliteit. Ja, het is aan de ene kant zijn het heel veel onderwerpen. Hè. Beroepsethiek is daarvan denk ik een heel interessant onderwerp als het gaat om discussie, nieuws. Daar kun je wat bij voorstellen. En het is eigenlijk gewoon ook een aantal basisvaardigheden zoals je ziet in het filmpje van ja, hoe ga je met elkaar om? Hoe stel je je op? En ja, eigenlijk met het tweede zullen we vandaag wat meer aan de slag gaan. Oh, kun je die bak daaronder nog fixen? Oké, dit zijn de onderwerpen waar wij het vandaag over willen hebben. Hij is wel weg. Ja, professionaliteit, een paar intro dingen om over na te denken zometeen. Eerst indruk en non-verbale communicatie is iets waar ik het met jullie over wil gaan hebben. Feedback geven.
wanneer geef je feedback, hoe geef je feedback, zeker als het gaat om professionele skills. Social media, hoe uit je op social media, hoe kun je het inzetten, namelijk het iets meer over netwerken, maar ook straks als je werkt, straks als je op zoek gaat naar een baan, zelfs als je op zoek gaat naar een stage, hoe je dat kan gebruiken of hoe je dat niet kan gebruiken. En de elevator pitch. Dus er zijn eigenlijk een aantal onderwerpen waar we doorheen gaan vliegen en die we kort aanstippen, maar wel hopelijk lang genoeg voor jullie om het interessant te maken en om daar een beetje over na te denken. Zitten hier dingen tussen waar jullie wel eens iets over hebben gehoord? Ja, dit is een beetje onhandig, hè? Maar zitten hier bekende dingen tussen? Ja? Feedback geven. Oké. Okay. En jullie hebben daar les van gehad of zo? Of, ja. Oké. Okay. Dat is goed om te weten, want dan kunnen we daar misschien kunnen we daar iets sneller doorheen of zo. Of we kunnen even kijken wat jullie al gehad hebben daarvan. Nog andere dingen? Elevator pitch hebben we wel vaak gehoord, maar volgens mij geen les ervan. Maar weten we wel. Oké. Nou, dan we gaan er straks misschien nog wel. Het ligt een beetje aan hoeveel tijd we hebben. Een beetje mee oefenen, dus dan gaan we er ook praktisch mee aan de slag. In plaats van dat je er alleen maar van hebt gehoord. Oké. Okay. Wat ik al noemde, het begint mooi ook met onze foto. Er zijn een paar die al ProCam kenden. Misschien kan ik de vraag omdraaien. Weet jullie nog wat ProCam doet? Elke keer als ik jou aankijk, heb je ook een boterham in. Want kan ik jou geen vraag stellen. Weet jij het nog of niet? Want jij had dat volgens mij wel gezien, of niet? Ja, stages klopt niet helemaal. Zoeken naar een baan klopt wel. Had iemand anders dat nog op zijn netvlies staan? De werving en selectie van IT-personeel is dat. Ja, is een onderdeel van wat we doen inderdaad. Ja, ja, werving en selectie IT-personeel. Ja, wat we doen is... staat hier al. Dus, Dat klopt. Selectie, matching en coaching. En wat we doen is we organiseren traineeships. Voor starters in de IT, dus dat is echt voor meer na je studie. En wat we dan doen eigenlijk door middel van selecties, we kijken eigenlijk, onze achtergrond is psychologie. Dus heel iets anders, vandaar dat we ook mooi wat kunnen vertellen over de soft skills. We kijken eigenlijk door middel van een assessment van hoe zit je in elkaar, wie ben je als persoon. Ook naar je achtergrond, welke studie heb je gedaan, wat vind je interessant. Om te kijken welke functie en welke organisatie past er nou het beste bij. Dus dat is dat matchingsgedeelte, om te kijken dat je echt ergens op een plek terechtkomt die goed bij je past. Vinden we die ook niet, dan zeggen we ook vooral ga ergens anders beginnen. Vind je die wel? Dan hebben we dus een traineeship. Dat is eigenlijk niks anders dan een fulltime baan, waar je gewoon vast in zit. Dus het is niet dat je elke keer wisselt van functie of na die 2 jaar weer stopt. Maar die eerste 2 jaar word je eigenlijk gecoacht door een coach via ons. Je krijgt verschillende trainingen. Ook weer over de soft skills, maar ook over techniek. Afhankelijk van welke rol je precies hebt. Dat is het in een notendop. Zijn er vragen over? Of opmerkingen? Wat wij doen is nu voor jullie nog niet zo heel erg direct relevant. Omdat het echt pas is voor na je studie. We geven dit soort gastlessen ook omdat we al belangrijk vinden. Het is een beetje tweeledig. Aan de ene kant vinden we het belangrijk natuurlijk om al met studenten in contact te komen voor onszelf. Maar ook omdat wij merken dat studenten die beginnen, of de starters eigenlijk, dat die vaak gewoon een heel beperkt beeld hebben van de mogelijkheden die ze hebben in de IT. Daar niet goed genoeg over na hebben gedacht over ook onderwerpen als vandaag, hè, hoe je daarmee omgaat. Dus we proberen al tijdens het eerste, tweede, derde, vierde jaar van je studie daar gastles over te geven om daar vast jullie daarover aan het denken te zetten, als het ware. Dus vandaar ook dat we vandaag hier zijn en dat we ook vaker gastlessen geven. En dan gaat het niet altijd over deze onderwerpen. Vaak over solliciteren ook, over oriëntatie op de arbeidsmarkt. Dat soort onderwerpen hebben jullie misschien ook al wel gehad. Dus dat doen wij op hogescholen voornamelijk. Dus dat valt hier nog een beetje buiten. Ja. Ja, dus de professionaliteit is ook met name heel erg vanuit onze ervaring van hoe maken wij studenten mee? Zowel in de gastlessen als eigenlijk gedurende dat hele oriëntatietraject. Waar lopen starters ook tegenaan? En die eerste 2 jaar in de coaching, dus dat zijn een beetje topics die daar in terugkomen. Mocht je nog vragen over hebben? Weet je ons te vinden? Nee, die gaan we even overslaan. Ja, waar letten bedrijven op? Nee, ja, ik waar letten bedrijven op?
Hadden jullie deze al eens gezien? Deze nog niet. Deze nog niet. Ja. Oké. Okay. Inkopper, wat valt jullie op? Ik ga veel vragen stellen, dus je moet wel even in de actieve antwoordmodus. Is het interesse en motivatie eigenlijk best wel klein is. Ja. 10%. Ja, dat is 10% inderdaad. Vinden anderen dat ook opvallend of zie je hier echt iets waarvan je denkt ja? Ja, het is misschien wel goed om even aan te geven, dit is een overzicht van op het moment dat mensen op een gesprek zijn. Mm-hmm. Dus daar op een gesprek zijn. Ja, goede aanvulling. Ja. Wat is het verschil tussen vaardigheden en identiteitskennis? Ja, goede vraag. Weet iemand anders daar het antwoord op? Ja? Nee, ik spreek een andere vraag. Is het voor ICT alleen of is het voor alle bedrijven? Nee, dit is wel algemeen. Ja, dus dit is voor alle bedrijven. Maar ik kan wel heel goed de link naar ICT leggen zo. Jij stelde inderdaad de vraag, wat is nou het verschil tussen vaardigheden en technische kennis? Iemand die het weet? Of heeft iedereen die vraag? Ja? Ja, technische kennis, puur technische vaardigheden heeft ook met communicatie te maken. Ja. Ja, goed inderdaad. Hè. Dus de technische kennis is echt puur wat je nu hier ook opdoet. Hè. Wat je jezelf aanleert vanuit je interesse, nevenactiviteit of je bijbaan. Procedureel is hoe iets moet. Het is gewoon het proces. Vaardigheden zijn inderdaad wat meer soft skills. En eigenlijk vaardigheden zijn dingen die je kunt aanleren. Hè, dus bijvoorbeeld presenteren, hoe geef je een presentatie, is een vaardigheid. Communicatie, hè, samenwerken is een vaardigheid. Gesprekstechnieken. Als je straks in een stand-up, in je scrum team iets moet gaan vertellen of moet overleggen of zeggen dat ga ik wel en niet doen, kan een vaardigheid zijn. Ja? Veelal komt dat overigens ook voort uit je persoonlijkheid. Je kunt je voorstellen dat iemand de een het makkelijker vindt om hier te gaan staan en voor, nou ja, 60 man in dit geval wat minder, te spreken. En dat de ander dat misschien wat lastiger vindt. Hè? Dus je vaardigheden kan ook verschillen hoe makkelijk iemand het vindt om dat aan te leren. Maar daar zit het verschil in. Je zei inderdaad, interesse motivatie is best wel laag. Dat vond ik eigenlijk ook wel toen ik het voor het eerst zag. Dus wat met name inderdaad opvalt, is dat persoonlijkheid zo groot is en die vaardigheden. Ja, dus dat vinden wij ook heel erg opvallend. We zien zelfs bij bedrijven als Google, hadden we laatst een artikel die we rondstuurden, dat ook zij steeds meer kijken naar je vaardigheden en wat minder van ja, oké, wat kun je allemaal, wat ken je allemaal. Hè, ze zeggen natuurlijk wel van je moet een bepaalde basiskennis hebben, net zoals dat jullie straks de IT-studie hebben afgerond. En zeker nu wat expertise aan het opdoen zijn in de security, wat overigens heel erg waardevol is als je daarin wil. Maar dat zij zeggen van ja, de rest leren we je wel aan. He, dus je hebt een bepaald denkniveau, dat heb je laten zien. Je hebt een bepaald kennisniveau en nu gaan we je de rest van de technieken allemaal wel aanleren. Ja, ik gaf net even aan dat het gaat om het moment van een sollicitatie. Ook juist om even aan te geven, die interesse en motivatie, dat is op het moment dat iemand op een sollicitatiegesprek komt, is het eigenlijk iets waar je van uitgaat als werkgever. En dat is een beetje mijn theorie waarom dit zo laag is. Maar als iemand op gesprek is, dan ga je ervan uit dat iemand daar graag wil werken, anders dan komt hij niet op gesprek. Dus waar ga je dan als werkgever op letten? Nou, heeft iemand ook echt de mogelijkheden, dus de persoonlijkheid en de persoonlijke vaardigheden om zich te ontwikkelen in een baan? En technische kennis is dan minder belangrijk, want dat kun je wel aanleren. Maar uit je vaardigheden en je persoonlijkheid komt veel meer naar voren of jij de capaciteit hebt om dat snel te leren. Dus daarom let een werkgever daar denk ik meer op tijdens een sollicitatiegesprek dan ja, je motivatie. Ja. Nou, als je moet nadenken over hoe zit ik eigenlijk als persoon in elkaar, we stellen in colleges wel eens de vraag van schrijf je 3 sterke punten en op schrijf je 3 zwakke punten op. Nou, dan zie ik, nu valt het nog mee, maar ik zie vaak heel moeilijke gezichten en steun en kreun en waarom allemaal. Iedereen die zegt toch hetzelfde. Nou, dit is een voorbeeld van een persoonlijkheidsvraaglijst en met name daar de uitkomst van zoals wij die doen in het assessment. Dus niet om te laten zien dat dit naar de heilige graal is, maar wel om te laten zien dat dit is een screenshot van een deel van die uitkomst. En dat je eigenlijk al heel veel kenmerken ziet staan. Dus daarmee bedoel ik te zeggen dat je jezelf op heel veel manieren kunt omschrijven. En veel zeggen van ja, ik ben perfectionistisch of ik ben een teamplayer. Ik vind het lastig om verder dingen te bedenken. Als je dat echt vindt, Google maar eens. Er zijn zoveel termen om jezelf te omschrijven. Ik ben optimistisch, ik ben volhardend, dus een doorzetter. Ik ben gericht op afwisseling ten opzichte van routine. Ik ben heel rationeel of juist meer een gevoelsmens. Nou, dat zijn voorbeelden van waar je op kunt verschillen.
Waarom heb ik het nu hierover? Nou, A, omdat bedrijven het heel erg belangrijk vinden. En daarom raad ik altijd voor een sollicitatie aan, of überhaupt voor je oriëntatie op een baan of stage aan, denk daar eens over na. Hoe zit je in elkaar? Want die keuze kan ook bepalen A, welke richting je opgaat, maar ook welk bedrijf bij je past. En je gaat het natuurlijk krijgen in een sollicitatiegesprek. Ik kan hem ook linken aan professionele vaardigheden, want er zijn dingen waar je nou eenmaal beter in bent en dingen waar je misschien minder goed in bent. Dus waar het vandaag wat mij betreft ook een beetje centraal staat, is dat je nadenkt van ja, hoe zet ik mezelf eigenlijk neer? Hè? Je kunt denken, ja, ik ben wie ik ben en met je jas en je petje binnenlopen en gaan zitten. Natuurlijk. Maar je kunt ook misschien even nadenken van ja, hoe wil ik mezelf eigenlijk neerzetten als persoon? Ja? Valt nog mee. Ja, de waarde van shine is eigenlijk weer iets anders waarvan ik denk hier eens even over na voor je aan de slag gaat. Er zijn een aantal loopbaanwaarden, zijn waarden waar mensen heel erg in verschillen wat je belangrijk vindt. Er kunnen een aantal dingen zijn die je heel erg belangrijk vindt op het moment dat je begint een stage of baan. Je kunt je ook voorstellen dat als jij als belangrijkste hebt zekerheid over de woonplaats, dat je dan misschien op hele andere banen uit gaat komen en dat jij zegt, ik vind uitdaging het allerbelangrijkste. Snap je? Dus dat zijn ook weer dingen waar goed is om over na te denken hoe je daarin staat. Want hiervoor was meer, hè, hoe zit je in elkaar als persoon, en dit is meer, wat vind je belangrijk? Waar ben je zelf naar op zoek? Ja, we doen daar elk jaar een onderzoekje mee. We doen dat eigenlijk onder studenten zoals jullie, op HBO en WO niveau. Die laten we eigenlijk aangeven, wat vinden jullie belangrijk zelf? Als je kijkt naar die 9 waarden, zet ze eens op volgorde van hoe belangrijk je het vindt. En daar doen we dus een onderzoek over. En wat daar vorig jaar uitgekomen, dat was een onderzoek met die 9 waarden plus nog 2 extra toegevoegd mogelijkheden voor ontwikkeling in salaris en arbeidsvoorwaarden. Wat die voor starters ook nog wel extra relevant zijn. Als je nog even teruggaat, eentje. Mm-hmm. Wat denken jullie dat de studenten het belangrijkste vinden? Zekerheid over een baan. Of uitdaging. Of uitdaging, oké. Wie denkt wat anders? Van het werk voor anderen ook. Dat ze dat belangrijk vinden, ja. Oké, en wat zouden ze helemaal niet belangrijk vinden? Dus eigenlijk starters zoals jullie? Woonplaats denk ik niet te belangrijk voor ons. Woonplaats, iets interessant. Wat nog meer? Balanswerk, ja, dus hoe verhoudt zich dat tot elkaar? Oké. Nou, wat eruit kwam, laat het gewoon eventjes zien. Deze 2 moet je er ook nog bij nemen, mocht je er voor ontwikkelingssalaris en arbeidsvoorwaarden. En dat is ook meteen een van de nummer 1, dus mogelijkheden voor ontwikkeling. En dat vinden starters gewoon heel erg belangrijk, dat ze binnen het bedrijf waar ze beginnen, dat ze, ook als je kijkt naar die persoonlijke vaardigheden, dat ze de mogelijkheid hebben om dat soort dingen te ontwikkelen. Hè, en ook vakinhoudelijk, om zichzelf te ontwikkelen. Nou, wat ze daarnaast nog belangrijk vinden is kennis toepassen, salaris en arbeidsvoorwaarden en ook die uitdaging, inderdaad wat jij net noemde. Minder belangrijk is nut van het werk voor anderen. Dus dat stond niet bovenaan, maar dat stond juist helemaal onderaan. Dat is toch iets waar studenten niet zo mee bezig zijn. Dat verbaasde me eigenlijk wel, want ik hoor ook wel vaak van studenten dat ze zeggen van nou, ik wil iets maatschappelijk verantwoords doen. Wat dat dan ook mogen betekenen. Maar je komt toch uit dat als je studenten dat echt op de man afvraagt, dat ze het echt minder belangrijk vinden dan die andere onderwerpen. En die woonplaats stond er ook nog wel tussen. Wordt ook niet heel belangrijk gevonden door studenten. En dat is met name ook, het is wel grappig om te zien, dit gaat verschillen over tijd natuurlijk. Hè, want voor studenten, ja, de meeste studenten zitten nog niet zo heel erg vast. Want die hebben geen huis gekocht, die zijn niet getrouwd, hebben geen kinderen. Dan maakt het niet zo heel veel uit waar je gaat wonen. Hè, terwijl, als je dat allemaal wel hebt, een vrouw en een kind die nergens naartoe wil, ja, dan ben je toch wat meer afhankelijk van de plek waar je werkt ten opzichte van je woonplaats. Dus dan is die zekerheid wel weer belangrijk. Dus het gaat ook een beetje verschillen naarmate je volgt. Dus geen statisch geheel dit, maar dit is wel goed om eigenlijk in de gaten te houden van wat vind ik op dit moment eigenlijk belangrijk. Nou, ook als je over professionaliteit hebt, dan gaat het ook een beetje over, als je weet wat je belangrijk vindt, dan weet je ook wat je uit wilt dragen. En op welke manier je dat wil laten zien in een professionele omgeving. Dus vandaar dat we dit ook er graag bij betrekken.
Ja, eerste indruk en non-verbale communicatie. We gaan even beginnen met een filmpje. Bekend al voor jullie of nog niet? Beetje wel, maar je wil graag zien. It's a big town. It's a sort of collection of, villages. And to think of it. And how old are you, Susan? I am 47. And that's just one side of me. Okay, what's the dream? I'm trying to be a professional singer. And why hasn't it worked out so far, Susan? I've not been given the chance before, but here's hoping it'll change. Okay, and who would you like to be as successful as? Elaine Page. Elaine Page. What are you going to sing tonight? I'm going to sing I Dreamed a Dream from the Wizards. We stoppen ermee. In de context van eerste indruk, wat wil ik hiermee zeggen? Ja, dit is inkoer. Ja, eerste indruk is belangrijk, dat niet verwacht dat het kon. Nee, eerste indruk is belangrijk, niet verwacht dat het kon. Nog meer conclusie? Jullie? Schijnbedriegt. Wat zei je? Schijnbedriegt. Schijnbedriegt? Ja. Ja, dus eerste indruk is heel erg belangrijk. Inkopper, misschien een cliché, maar wij zien echt nog dagelijks wat het effect is van een eerste indruk. Dit is natuurlijk een slechte eerste indruk en zij weet het zo 180 graden te draaien omdat het zo tegenovergesteld is van wat je verwacht en de prestatie zo mooi is, dat je die eerste indruk wel wellicht helemaal kan wegvagen. In de praktijk is een eerste indruk iets moeilijker weg te vagen. Ik heb hem weer even in de context van een sollicitatiegesprek geplaatst. En hier zie je het effect van een eerste indruk gedurende een gesprek. Positieve eerste indruk, gevormd in de eerste 10 seconden of een negatieve eerste indruk. En wat is daarvan het verloop over tijd? Wat is de conclusie? Positieve eerste indruk zorgt al voor een betere uiteindelijke indruk. Ja, dus een positieve eerste indruk beklijft. Blijft eigenlijk positief. Bij een negatieve eerste indruk moet je heel hard werken om weer positief te eindigen. Maar dan nog is het niet zo goed. Eigenlijk als je kijkt naar die groene lijn, diegene stijgt veel meer. Dus die voert eigenlijk het beste gesprek van die drie. Die gele die eindigt zelfs wat lager dan die begon en die rode nou ongeveer gelijk iets hoger. Maar eigenlijk heeft die groene het beste gesprek, maar uiteindelijk is de eindbeoordeling wel lager. En dat komt als je kijkt naar... Waartoe wij mensen geneigd zijn, als wij een bepaalde eerste indruk hebben, dan gaan we eens bij jezelf na. Hè. Als je een bepaalde eerste indruk hebt, dan ben je heel geneigd, onbewust eigenlijk, om die te bevestigen. En dus je gaat niet zozeer heel erg open nog een gesprek in, maar je bent heel erg aan het kijken van die eerste indruk die ik had, klopt dat? En het is veel moeilijker dus om het te veranderen dan om die bevestiging vast te houden. Daar ben je toch heel erg toe geneigd. En daarom eindigt die groene toch nog als laagste. Dus kan je maar beter zorgen dat je een goede eerste indruk maakt. Ja, moraal. Dat is de moraal van het verhaal. Kijk, en dit is natuurlijk gedurende een sollicitatiegesprek, maar je kunt het ook heel erg plaatsen als je in een collegezaal zit, als je straks een gesprek hebt met een bedrijf, als jullie toch naar Kroatië gaan en je mag eindelijk de hand schudden van een of andere toffe spreker of het bedrijf waar je zou willen gaan werken in Kroatië. Dat soort dingen zijn wel erg goed om bewust van te zijn. Nu al, ook als student. En je ziet het effect ervan. Een belangrijk onderdeel van de eerste indruk is natuurlijk non-verbale communicatie.
Wat is non-verbale communicatie? Ja. Lichaamstaal. Lichaamstaal. Ja. Kun je dat nog onderverdelen? Kan iemand anders dat nog onderverdelen? Je houding, maar je stem. Ja. Houding, stem, gebaren. Speelt allemaal mee. Nog andere dingen? Wat zei je? Gezichtsuitdrukking. Gezichtsuitdrukking, ja. Mimiek. Is daar een hele belangrijke van? Is dit ook al een bekende sheet voor jullie of niet? Oh nee, valt mee. Een beetje, oké. Ja, dat zou kunnen hoor. Ja, dus dat is heel belangrijk. Hè? Ik bedoel dat iedereen heeft een bepaalde lichaamstaal. Ik bedoel, je zit hier iedereen alweer anders ten opzichte van elkaar in een gastcollege zitten. En zo merken we dat ook in een gesprek. Maar je brengt wel heel erg over met hoe je jezelf draagt. Dus hoe je erbij staat en hoe je iets vertelt. En dat is ook als je in gesprek met een docent zit. Dus als je in gesprek met je medeklasgenoot zit. Als je op sollicitatiegesprek gaat. Op de werkvloer. Dat speelt allemaal mee. En het is heel erg belangrijk. Het zegt heel veel. Hè? Nu, ja, als ik nou eens om me heen kijk. En ik zie jou daar bijvoorbeeld zitten. En jij ook. Hè, onderuit gezakt. Armen over elkaar. Hè, dus, is nu niet heel erg. Maar dat is wel een bepaalde houding. Hè, waarmee je een bepaald beeld afgeeft. Hè, Het beeld wat ik daarbij heb is van, nou, laat maar komen. Ik wacht wel even af, ik hoor wel wat er komt. En als je, stel je zit in een sollicitatiegesprek of in een studieloopbaangesprek of een ander belangrijk gesprek, maar niet zo uit waar. Maar dat is dan natuurlijk niet een houding waar je een eerste indruk mee wilt achterlaten. Hè? Dan wil je juist open zitten en actief zijn. Hè? Dus dan wil je een heel ander beeld afgeven natuurlijk. Dus je communiceert wel degelijk met hoe je houding is. En hoe je erbij zit. Ja, want klinkt het als een inkopper voor jullie, of niet? Beetje, ja. Maar dan nog, hè, zien wij dagelijks voeren wij dus gesprekken met studenten die dus een baan willen. Maar niet uit WO, bedrijfskunde, HBO, informatica, technisch, niet technisch, maakt niet uit. En dan nog hebben zijn heel veel mensen zich voor mijn gevoel niet bewust van hoe je erbij zit. Maar mensen weten wel, mensen doen er niks mee. En het is ook heel lastig om er wat mee te doen, omdat heel veel onbewust gebeurt. Dus dat is altijd het grappige aan non-verbale communicatie. En daarom is het ook wel echt lastig om daar actief mee bezig te zijn. He, daarom is het een vaardigheid om te presenteren, omdat je bewust moet zijn hoe je erbij staat. Toen ik mijn eerste gastles gaf, had ik er misschien, wanneer, hoe stond ik erbij? Waarschijnlijk iets meer wel, ja, weet ik veel, timider. Misschien was ik wat nerveus, misschien keek de hele tijd daar naartoe. Ja, dat is anders dan de fantastische presentatie die ik nu natuurlijk geef. Dus daar zit verschil in en dat kun je wel een beetje aanleren ook. Ja. Nou, wat was non-verbale communicatie? Lichaamshouding, oogcontact is niet genoemd, is heel belangrijk, zeker in een gesprek. Hoeveel studenten ik ook spreek die me niet echt aankijken. Of soms lastig vinden om een beetje weg te kijken. Ik heb ook één keer iemand gehad trouwens die de hele tijd aankeek. En dat is ook apart hoor, dat zou je niet denken. Maar als je continu iemand hebt die de hele tijd je aankijkt, merkte ik dat ik op een gegeven moment een beetje ongemakkelijk werd. Dat ik deed, nou ja. Kijk maar even een keer de andere kant op. Het was niet agressief of zo, maar kennelijk zit daar toch iets in, iets onnatuurlijks in, wat je dus meeneemt. Politiegeweld, hè? Nee, niet de politiegeweld. Heel leuk jongen, we hebben nu ook een leuke baan voor gevonden, maar het was wel een beetje, oh ja. Ja, kleding. Zegt natuurlijk ook wat. Vincent staat nu netjes in een pak, maar geloof me, zijn vrije tijdsoutfit had hij een hele andere eerste indruk wellicht op jullie gemaakt. Stemgebruik is een hele interessante. Er zijn echt psychologen die helemaal losgaan met dit onderwerp en hoe dat gelinkt is aan het effect van een man, vrouw, hoog, laag en dat weer gekoppeld aan de salarishoogte en ja echt. En hoe je overkomt op iemand, dus ook dat is kennelijk van invloed. Ja, ik spreek heel vaak studenten die een beetje zenuwachtig zijn en dan een beetje onzeker ook en dan praten ze heel zachtjes in zo'n gesprek. En ik merk ook automatisch, ik ga me daaraan aanpassen, dus ik ga ook heel zachtjes praten. En daardoor heb ik meteen het beeld van iemand, dat iemand heel onzeker is. Nou, dat klopt dan dus ook. Maar eigenlijk wil je zo niet overkomen natuurlijk. Eigenlijk wil je gewoon stevig zelfverzekerd overkomen. En gewoon echt die persoonlijkheid neerzetten waarvan je graag wilt dat ik dat beeld krijg. Dus stemgebruik is daar wel heel belangrijk in. Dat vergeten mensen wel vaak, dat het niet alleen maar gaat om de inhoud van wat je zegt, maar ook om hoe je het zegt. Ja, goeie. Mimiek, ook heel belangrijk. Er zijn heel veel, 50-50 misschien, maar er zijn ook heel veel mensen die niet zoveel met hun gezicht laten zien. Dus die altijd eigenlijk gewoon een beetje neutraal kijken. Je hebt ook heel veel mensen die heel expressief zijn. Ik weet niet of ik daar nou
beste voorbeeld van ben. Maar dat je wenkbrauwen glimlacht, dat je echt goed kan zien hoe iemand zich voelt of wat iemand ergens van vindt. En soms zit ik ook met iemand in gesprek en die zijn lichaamstaal is gewoon, zit gewoon zo, gezicht is zo en die zegt, ja, lijkt me echt heel erg leuk om hier te werken. Alsof je met een baksteen praat. Ja, maar die mensen die menen het natuurlijk ook gewoon echt. Misschien herken je jezelf ook wel in deze omschrijving, maar het zegt natuurlijk helemaal niet over wat er van binnen gebeurt. Maar ja, ik moet het toch hebben van hoe iemand overkomt. Wat ik ook nog een heel mooi voorbeeld vind van non-verbale communicatie zijn die Telcel-reclames. Hmm. Die lui die verkopen een of ander prutproduct wat inhoudelijk natuurlijk echt helemaal nergens over gaat. Citrus pers of weet ik veel wat. Maar ze weten dat zo geweldig te verkopen met gebaren en dit is echt fantastisch. En hun gezichtsuitdrukking, hun stem, nou alles maakt je eigenlijk dat je denkt van hey, wacht, dit is fantastisch, ik moet het hebben. Ik ga nu bellen, bij wijze van spreken. En dat doe je natuurlijk niet, maar dat besteed ik niet. Hoeveel heb je al gekocht? Ik ga geen uitspraak over doen. Okay. Ja, dus dat speelt zeker mee. Overigens is een voorbeeld ook, die ik wel eens vaker geef trouwens, als je iemand voor het eerst ontmoet. Dus als je een hand geeft. Heb ik dat voorbeeld al wel eens verteld? Van dat je niet meer weet wat dan de naam is van diegene? Ja. Ja, nou ik heb dat dus echt altijd. Maar dat is eigenlijk ook dit. Dat je zo bezig bent met non-verbale communicatie. Overigens komt dat in de volgende wel goed naar voren. Dit is misschien ook wel een bekende sheet. Maar dan ga ik degene die dit nog niet kennen even prikkelen. Deze sheet, weer even een sollicitatiegesprek. Want dat is eigenlijk waar ik hem vaak voor gebruik. En het is heel erg sprekend. Daar ontmoet je natuurlijk iemand voor het eerst. De invloed van communicatie binnen een gesprek. Opgedeeld in woorden, dus de inhoud van wat zeg je nou eigenlijk. Lichaamstaal, hè, hoe sta je erbij, is dat gebaren. En stemgebruik. Hoe is de verdeling percentueel tussen die drie? Wie kent deze nog niet? Oké. Jullie vijf ga ik dit nu gooien natuurlijk. Jij rechts achterin, voor mij. Heb jij er een beeld bij? 20-60-20. Oké, 20-60-20. Lichaamstaal, belangrijkste woordenstem, evenveel. Wie biedt? Anders of mee eens? Bijna hetzelfde, mijn stem iets belangrijker dan woorden. Oké, stem is belangrijker dan woorden. Ja, lichaamstaal is belangrijk. Lichaamstaal is sowieso belangrijk. 10-60-30. 10-60-30. Laatste bot gaan we nu in. Woorden 7, stem 38, lichaamstaal 55. Dus wat wij nu vertellen vandaag maakt geen donder uit. Want dat is maar 7% van wat jullie oppikken. Dus conclusie, eerste indruk, maar eigenlijk in communicatie is 90% gebaseerd op non-verbaal. En natuurlijk switcht dat wel, ja. Hey, woorden is echt de inhoud, dus wat je zegt. Dus dat kan echt zoiets simpels zijn als doe de deur dicht. Maar het is anders dan dat ik tegen jou zeg doe de deur dicht, dan doe de deur dicht. Dus dat is de invloed daarvan. Hey, dus dit is best wel extreem, hè? En het zal ook variëren wel in situaties. Hey, als je een gastcollege straks krijgt, de inhoud moet je echt hebben om je tentamen te halen. Maar die man of vrouw weet het op geen enkele enthousiaste manier te brengen. En dan zul je misschien toch ertoe kunnen brengen om naar de inhoud te luisteren. Om te zorgen dat je opneemt wat je natuurlijk nodig hebt. Dus dat switcht wel. Maar de verhoudingen blijven wel hetzelfde. Ik wil je dus ook voorstellen als 90% van non-verbale communicatie zo belangrijk is. Dat wij toch vandaag iets meer komen vertellen over professionaliteit. En hoe je jezelf draagt. Hoe je jezelf uit. Zeker in een sollicitatiegesprek. Maar eigenlijk ook gewoon in de omgang met anderen. En dat begint dus ook wel nu. Interessant, lijkt mij. Dit is denk ik wel even een leuke oefening voor tussendoor. We willen een oefening met jullie doen. Als het gaat om eerste indrukken en als het gaat om weer even de setting van een sollicitatiegesprek dat je binnen moet komen en dat je een hand geeft. Er zijn ongetwijfeld nu 5 mensen die staan te springen om eventjes door deze deur naar binnen te komen en Vincent even een hand te geven voor een sollicitatiegesprek. Met aan de anderen de vraag om natuurlijk even op bepaalde dingen te letten. Dus welke 5 zijn er wel even in voor een fysieke opstaoefening? Yes, heel goed. Yes, yes, 3. 2 daarachter, doen jullie ook nog even mee? Top.
Oké, okay, ik nodig jullie uit om even achter deze deur te gaan. Neem een minuutje en kom dan onze beurt binnen als je wil. Het worden er toch vijf. Altijd spannend dit. Even wachten, dan kom ik zo even altijd spannend voor degene achter de deur. Om zo voor de groep binnen te komen. Het scheelt dat er nu niet 55 mensen zitten die daarnaar kijken. Dus dat is weer een plus. Heel simpel. Ze komen gewoon binnen. Ze geven Vincent een hand. Vraag is aan jullie. Let een beetje op deze dingen. Er staat wat meer bij dan dat je wellicht nu kan zien. Maar kijk eens in ieder geval naar hoe iemand erbij staat. Wat valt je op? Wat zijn de verschillen onderling? Dus kijk daar even naar en geef dat zo meteen terug. Vonden jullie om dat te doen? 10. Hey, wat viel jullie op? Ik heb jullie gevraagd, ja? Volgens mij allemaal gewoon recht. Mm-hmm. Oké. Ik sta recht. Ja, zo pontificaal voor je. Was dat ook zo? Ervoer jij dat zo? Nee, dat heb ik niet zo, niet zo heel erg ervaren. Maar ik merkte wel dat er heel erg veel verschil zat in... Mm-hmm. Dat kan ik misschien beter aan jullie vragen. Welke verschillen zagen jullie tussen de vijf? Waar die durven te gaan kijken. Ja. Ja. Sommigen keken echt een beetje weg. Wat nog meer? Ja. Ja, en ik probeerde me een beetje aan te passen. Dat heb ik misschien ook wel gemerkt, maar als bijvoorbeeld jij kwam heel rustig binnen aan het eind. Dus ging ik heel rustig op reageren. Dus dat was heel ingetogen, terwijl bij anderen juist veel meer enthousiasme eigenlijk bleek. Dus dat verschilde wel heel erg ook. En ook qua handdruk, ja, dat kunnen jullie natuurlijk niet zo goed zien. Maar sommigen gaven echt een hele stevige handdruk en bij anderen was het iets... Iets slapper, zou ik maar zeggen. En dat maakt ook heel erg veel uit. Hè? Als je kijkt, zo'n stevige handdruk, dan komen mensen ook meteen veel zelfverzekerder over. Ja, maar niet altijd te stevig. Ja, je kan het overdrijven. Want soms doet het echt pijn. En dat heb je al schat, toch? Ja, meerdere keer. Ja,
Ja, dus je ziet eigenlijk al met zo'n simpele oefening, is natuurlijk een beetje, misschien een beetje flauw, maar je ziet meteen al gewoon hoe iemand binnenkomt. Het is natuurlijk niet een echte setting. Hoe mensen verschillen. Je kunt het gewoon zien, hoe iemand overkomt. Je hebt er misschien ook meteen een beeld bij. Je zegt, oh nee, die is wat onzekerder. Of, oh, die vindt het eigenlijk niet leuk. Of, misschien is dat helemaal niet zo. Maar alleen al de setting van hier binnenkomen en een hand geven, roept kennelijk toch het een en ander op. En niet alles kun je daarin ook beïnvloeden. Ondanks dat we het hier over gehad hebben, zijn er misschien toch mensen waarvan je denkt, oh, nou, die had ook niet veel uitdrukking op zijn gezicht. Dat had ik bij in iemand. Of, nou, die komt ook niet heel zelfverzekerd of sociaal over. Dus het zijn allemaal dingen die onbewust gebeuren. En dat gebeurt natuurlijk continu. Dus daarom is het wel leuk om te zien hoe dat gaat. Ja, feedback geven. Ja, heb je al iets over gehad, hè? Ja, dat zei je inderdaad. Wat hebben jullie gehad over feedback geven? Die vijf stappen van feedback geven. Oké. Okay, ja. Ja. Dus iets voorstellen, iets voorstellen. Ja. Ik zie, ik denk, iets voorstellen en dan... Dat zijn nog niet helemaal vijf stappen, maar het is misschien lastig om me terug te halen. Ja. Het zal blijven hangen. Oké, en iedereen weet nog de feedback les die jullie gehad hebben? Ja, medium, wisselende reacties. Ik stel voor dat ik gewoon door de sheets heen ga. Gewoon heel to the point ben en kijken of er nog iets nieuws voorbij komt, maar... ik ben vooral niet van meer informatie geven dan nodig. Tenminste, dat probeer ik. Ik hoop dat het overkomt. Ja, wat is feedback? Ja, lijkt me een redelijk straightforward, toch? Is feedback altijd negatief? Nee. Nee. Waarom is positief feedback geven zo belangrijk? Ha, zie. Toch een goede vraag nog. Waarom is positieve feedback belangrijk? Wat zei je? Wat zei je als laatste post? Ja, dat is overigens niet voor iedereen zo. Hij zei net van nou, positief feedback blijft langer hangen. Er zijn ook mensen die juist heel erg focussen op negatief feedback. Eigenlijk is het antwoord heel simpel. Je bekrachtigt namelijk iemand in het gedrag wat hij wel moet doen. Los van dat het natuurlijk ook fijn is om sowieso in een relatie ook wat positief feedback te geven. Maar ook als je gewoon denkt aan werken, zijn er ook dingen dat je wilt natuurlijk iemand goed blijft doen en je juist aansturen. Dus daarom is dat ook belangrijk. Ja, wat is moeilijk aan feedback? Deze gedachte misschien wel bekend, hè? Ja, ik moet eerlijk zeggen, dit onderwerp lijkt ook altijd een beetje een inkopper. Wellicht zijn veel dingen ook dat, maar als ik dit zo lees, herken ik zelf in ieder geval van mij wel heel veel dingen. Dus feedback geven lijkt zo straightforward, maar ga maar eens aan een collega die je verder niet echt privé kent vertellen van, ja, ik vond het echt heel vervelend wat je gisteren deed. En dan volgens de feedbackregels. En dan maar hopen dat je dan daarna in de lunchpauze nog gezellig, dat die ander het goed oppakt, dat het goed overkomt. Dat diegene niet denkt, nou, relaxte chick. Dus dat heb ik zelf, dat snap ik, maar dat is voor mij in ieder geval wat ik heel erg merk aan feedback geven, dat het op zich de basis gewoon wel logisch is. Ja, natuurlijk moet ik elkaar feedback geven, maar dat in de praktijk, als je denkt van die collega of die stagiair, nou, hoe ga ik dat brengen? Mijn eigen coach die zei altijd, als je iemand geen feedback geeft, dan is het eigenlijk veel erger omdat je iemand dan de kans ontneemt om iets te leren van wat hij niet goed doet. Ja, want als je zelf niet in de gaten hebt of het niet goed gaat, dan kan je er ook niks aan doen. Ja, dus door iemand feedback te geven, geef je diegene eigenlijk een kans om iets te leren. Dat vond ik een hele positieve benadering van waarom je feedback moet geven. Waarbij natuurlijk wel de kans is dat het op een goede manier moet. Ja. Nou, wat tips in de communicatie? Gebruik LSD? Weet jullie hem? Ja, alleen bij ons is niet open, maar luisteren, samenvatten, doorvragen. Heel belangrijk. Oma? Ken je die? Ja. Oordelen, meningen, adviezen. Anna? Altijd navragen, nooit aannemen. Niet invullen voor een ander. Open, eerlijk en nieuwsgierig. Denk in kwaliteiten. Dit zijn mooie tegeltjes, wijsheden, hè? Worden jullie blij van, hè?
Oké, dit is in ieder geval een overzicht van mijn meest cheesiest tips. Tuurlijk zit er wel een kern van waarheid in, anders zou ik ze niet laten zien. Ja, met name de eerste is natuurlijk wel belangrijk. En eigenlijk noemde jij dat ook al in de regels van feedback. Hè? Check het bij een ander. Ik bedoel, op het moment dat je iemand feedback wil gaan geven, is dat waarschijnlijk op basis van heel veel aannames die niet kloppen. Jouw eigen visie op dingen. Het is altijd goed om daar eens over na te denken voordat je überhaupt feedback gaat geven. En als je dat doet, wordt je feedback ook veel beter. En zal iemand het ook sneller van je aannemen. Nou, om dat straks even toe te passen, hoe geef je feedback? Heb ik eigenlijk 3 methodes voor. Ik had nu een hele mooie sandwich, moet u aankijken. Dus deze methodes zijn eigenlijk waarschijnlijk die 5 stappen die jullie hebben gehad, sluiten daarop aan. De eerste methode is de sandwich methode. Daar is die. Wat is de sandwich methode? Sorry, ik hoor wat. Top. Ja. Ja. Ja, dus je begint met iets positiefs, dan deel je het nieuws uit en dan verzacht je het nog even met iets positiefs. Hè, start met positief, negatief. Je kan heel veel presentaties geven, maar je moet wel echt minder van die stomme grapjes maken. Maar ze vonden het wel grappig dit keer. Ja, dat zou sandwich methode kunnen zijn. Als ik het vraag aan studenten, krijg ik ook heel vaak, je hebt een leuk shirt aan, je kan slecht samenwerken, je had een lekker broodje gesmeerd vandaag. Nou, dat is natuurlijk ook niet helemaal de bedoeling, dus zorg dat die 3 met elkaar samenhangen. Dat is op zich een bekende methode, toch? Zorg dat die 3 punten die je geeft, dus dat positief en negatief positief, zorg dat die oprecht zijn. Dus denk daar echt even over na voordat het iets randoms is. En zorg dat ze met elkaar te maken hebben, dus dat het op 1 event is terug te slaan. De ik-ik-jij methode, die lijkt een beetje op wat jij ook al noemde. Ik zie, ik merk. Wat is zo belangrijk aan deze formulering? Ja, het hoeft niet waar te zijn. Ja, dus het is anders dan jij bent of jij doet. Ja, dus dat is daar heel belangrijk. Hè? Je houdt het bij jezelf. En dan is het soort van dat de ander niet boos op je mag worden. Wat natuurlijk wel kan gebeuren. Dit is mijn observatie. En ja, of jij dan zo bedoelt het, ja of nee. Zo komt het op mij over. Dit is mijn observatie. Ja. Dus ik zie, ik merk dat je grappen maakt die niet zo leuk zijn. Ik vind daarvan, ik voel, hij houdt bij jezelf. Ik krijg daarmee een vervelend gevoel. Ik word daar een beetje verdrietig van. Herken je dat? Nou nee, dat herken ik niet. Zou je voortaan leuke grappen willen maken? Ja? Ander voorbeeld kan zijn bijvoorbeeld dat iemand te laat komt. Achterin, doe hem eens met dat je collega te laat binnen is gekomen. Hoe geef je dan de feedback? Het was ook puur toeval dat hij echt te laat was gekomen. Dat was niet om hem op zijn nummer te zetten. Maar meer even desnoods naar Vincent. Toen Vincent is te laat en je moet volgens deze 4 stappen dat feedback geven. Nou ja, ik merk dat hij te laat is gekomen. En ik vind dat een beetje jammer, want we nog wel deadlines hebben gehaald. Gebeurt het vaker, herken je dat denk ik. En zou je misschien dat kunnen veranderen in de toekomst? Ja. Ja. Nice. Iemand nog aanmerkingen, tips, tops? Volgens de sandwich methode, dat zou dan weer mooi zijn. Nee, ja, dat kwam er soepel uit. Ja, en ik moet een heel klein beetje ophouden met als je zegt, ik merk dat je te laat komt. Want te laat is al een beetje een subjectief begrip. Hè. Dus je kan ook zeggen, ik zie dat je hier om 8:55 binnenkomt, terwijl we om 9:00 hadden afgesproken. Hè, dan maak je het heel concreet. En want dat is ook iets waar je niet echt tussen kan. Ja. Wat hier heel specifiek wordt benoemd is dat je dus bij de ander gaat checken. Hè? En dat is natuurlijk wel belangrijk. Want misschien heeft hij inderdaad vanochtend de vreselijkste ochtend van zijn leven gehad. Is er een lekker band geweest? Is er de brug? Whatever. En dan ga je er vol overheen. Dus dat is hier een heel belangrijk. De andere methode die we nog hebben lijkt hier eigenlijk heel erg op de 4G methode.
Gedrag, gevoel, gevolg en gewenst. He, dus je benoemt het gedrag. Ik zie dat je te laat komt. Dat geeft mij het gevoel alsof je dit college niet interessant vindt. Het gevolg is dat je de rest stoort en dat ik mijn verhaal moet stoppen. Zou je de volgende keer op tijd willen komen? Hier zit dus overigens ook niet dat checkmomentje in, wat ik bij alle drie de methodes wel zou doen. Ja, dus dit, ik doe nu redelijk kort, omdat ik denk dat het heel erg aansluit op wat jullie ook al gehad hebben en dat het redelijk straightforward is. En dan was dit echt een hele open deur. Waarschijnlijk heb je iets van ja, dat snap ik allemaal. Alleen het blijft gewoon heel erg lastig om dit ook daadwerkelijk toe te passen. En ik denk dat daarom moet ik het gewoon nog een keer te herhalen. Want ik merk aan mezelf dat ik toch heel erg geneigd ben. Ik weet het wel. Weet je, ik vertel het verhaal zelfs regelmatig. Maar en toch, als ik dan feedback moet geven, heb ik vaak toch de neiging te zeggen van hartstikke irritant dat je zo doet. Weet je, dat en dan ga ik alle regels voorbij. En dan denk ik achteraf, oh ja, wacht, dit had ik ons moeten doen. Ja. Dus het is een open deur, maar het blijft lastig. Ik heb met een collega een keer 12 keer in Leiden een heel gastles over feedback gegeven. En na die 12 keer merkte ook dat we continu op die manier aan het praten waren. Het begon als een grapje en dat we vervolgens continu, ik merk dat je en dit en dit. En toen realiseerden we ons wel van ja, eigenlijk passen we het zelf nooit toe naar een collega toe. Je vertelt het altijd gewoon en deze regels bieden is toch wel een goede houvast. We hebben die 3 methodes gehad. Wat is er nog een verschil in wat je wanneer gebruikt, denken jullie? Nee? Nou ja, wat die sandwich methode zou ik bijvoorbeeld doen als je, nou, stel Vincent gaat mij, is hier vandaag met mij om mij te leren hoe ik gastlessen moet geven. Dat is natuurlijk niet zo. Maar stel hij geeft mij, is hier vandaag om mij dat te leren. En dan geeft mij feedback, dan gaat hij dat waarschijnlijk op een wat meer sandwich methode doen. Hè? Dus een aantal dingen die er goed gingen, aantal dingen ter verbetering, eindconclusie, je bent goed bezig, ga zo door, volgende keer gaat het weer beter. Dit is fictief. Deze 2 methodes zijn wat meer als je iemand wat specifiek op iets gaat aanspreken. He, dus je irriteert je echt aan iets de hele tijd of er is iets wat gewoon wat gezegd moet worden. Kan ook zijn ter verbetering of ter lering. Dan ga je er echt even voor zitten. Momentje om dat terug te geven aan iemand, dan zijn deze 2 methodes vaak het effectiefst. He, ga je methode die 4G toepassen op je 5 verbeterpunten die iemand aan het einde van de gastles wil meegeven. Kan het een wat lange, vermoeiende setting worden en misschien ook wat te negatief. Dus dat is een beetje nog het verschil waar je aan kunt denken. Even hier doorheen weer. Ja, social media. Perfect onderwerp om deze eens heel even aan mijn collega te geven. Ja, en ook bij social media willen we eigenlijk weer beginnen met een filmpje. Want social media merken we dat steeds meer wordt ingezet tegenwoordig. Ook in sollicitatieprocedures. Komen we weer op dat solliciteren terug. En we hebben een leuk filmpje van een hele alternatieve manier om dat toe te passen. Die gaat Lisanne nu proberen te starten. Ik voel me op dit moment wat incapabel. Het is niet het goede filmpje. Even kijken. Hoi. Ever googled yourself? Your prospective employers are googling you too. And checking out your tweets, status updates, and photos. No doubt you're doing some research as well. The age of social media demands transparency. It also presents opportunities for job seekers try a new kind of job interview, the social interview. We asked summer internship candidates to let us post 3 questions on their Facebook wall for their friends to answer. It was a little bit scary to put myself into the hands of others, but actually my friends really came through. It was a test to see who could rally their social networks, and it gave us a fresh look at each candidate's character. He's a hard worker. He's a great designer and clever. Social media savvy, he's an artist and gentleman. He's the top. He has every opportunity. Native smart, go style of me. Everything you're looking for. Because it's easy to bend the truth in a one-on-one interview. It's not so easy to convince your friends to do it in public, where everyone can see and comment. It was kind of like a chess ball, but with your friends.
With thousands of answers posted so far, we've found some of the most social media savvy young minds around and sparked discussion beyond Facebook. In the end, the social interview showed us how much a resume leaves unsaid and what social media holds for the future of recruiting. Ik ben zelf een beetje incapabel. Ja, dus het is een. Dit is een heel mooi voorbeeld van hoe je social media ook kunt gebruiken, of hoe het wordt gebruikt tegenwoordig. Maar wat we ook wel merken is dat het ook nog wel eens misgaat. Zeker bij sollicitaties. Wie van jullie kent er toevallig een voorbeeld van een situatie dat je zelf mee hebt gemaakt, wat je gehoord hebt van mensen die door social media in de problemen kwamen? Bijvoorbeeld tijdens een sollicitatie of op een heel andere manier. Ja? Een vriend van mij had een keer gesolliciteerd en toen was hij op een feestje met zijn vrienden. Ja? En daar was hij dan met de dochter van die interviewer. Dus toen iedereen was al kijken, zei van, de dochter en zo. Oké. Ja. Dus hij was de dochter van degene die sprak op een interview was die op een feestje tegengekomen. Oké, en is dat wel goed afgelopen? Nee. Dat is niet helemaal goed. Oké. Ik wil niet weten wat dat met een meisje gebeurd is, dat geloof ik allemaal meteen. Nog iemand die zo'n voorbeeld kent? Er was toch ook laatst in het nieuws met iemand ergens in Engeland, Amerika of zo. Dat was een vrouw die had gewoon de eigen naam en niet meer iemand solliciteren, maar was er iemand anders in ergens op de wereld die zeg maar die naam gebruikte als porno naam. Ja. Als ze daar opgezocht werd, kwamen allemaal porno in. Zij dat niet was, maar wel haar naam was, want ze had zo'n naam met een man als achternaam. Dus dat was haar niet, maar ze werd wel al gezegd van ja, je komt hier niet binnen, want ja. Nou, dat is wel een. Als je zeg maar naar een foto ging kijken en naar de film ging kijken, was het niet dezelfde persoon. Ja. Ja, dat herken ik wel. Nou, ik moet zeggen, wij googelen de kandidaat natuurlijk ook altijd. Hè. Als ik iemand op gesprek krijg, ga ik altijd even kijken wat kan ik van iemand vinden. En wat ik bijvoorbeeld wel eens heb gevonden van iemand, ik ging zijn naam googelen. En de eerste hit die ik kreeg was dat hij als seriemoordenaar was veroordeeld. Dus toen dacht ik wel even van, nou, diegene die staat hier zo dadelijk voor de deur. Gaat wel helemaal goed komen. Maar uiteindelijk bleek dat ook een naamgenoot te zijn. Iemand die in Mexico woonde, dat kon ik dan gelukkig wel redelijk snel daaruit afleiden. Maar dat is wel vervelend als je er zo'n naamgenoot hebt. Nou, we komen het ook wel vaker tegen. Wat ik zei, wij googelen kandidaten altijd, maar ook kandidaten die via ons eigenlijk op gesprek gaan, worden ook altijd gegoogeld. En er worden ook wel eens rare dingen gevonden. We hebben eens een keer een kandidaat gehad die zou op gesprek mogen bij een organisatie. En die hebben hem gegoogeld en dat op zijn Twitter-account had hij allemaal gekke dingen gezegd. Volgens mij iets over zijn buurvrouw die allemaal seksuele dingen aan het doen was. Ik weet het niet precies. Maar die mocht toen niet meer op gesprek komen, omdat ze dat gewoon zo gek vonden. En hij zei van, ja, maar ja, het is toch gewoon een grapje. En weet je, dat is wel het beeld wat je ermee mee vormt. Er zijn nog veel meer voorbeelden te verzinnen. Ik ben eigenlijk even bij jullie allemaal benieuwd hoe jullie ermee omgaan. Wie vinden die hebben er allemaal LinkedIn? Oké, de meeste wel. Wie heeft er helemaal bijgewerkt? Up to date? En degene die geen LinkedIn hebben, is dat een bewuste keuze om dat niet te doen? Of gewoon nog niet aan toegekomen? Oké, maar gewoon nog nooit net echt aan toegekomen. Oké. Nou, Facebook. Wie heeft er geen Facebook? Kan ik beter vragen misschien? Eentje, twee. Jij hebt het wel, maar doet er niks mee misschien? Oké. Twitteraars, ja, Twitter is een beetje uit natuurlijk, maar volgens veel. Jij wel actief mee? Ja, ik heb professionele Twitter-accounten. Oké, ja. Maar in het werk wel. Ja, dus wat meer zakelijk eigenlijk. Oké. Nog mensen die bijvoorbeeld een YouTube-kanaal hebben of die een eigen blog hebben wat ze bijhouden? Allebei. Ook meer zakelijk? Ja. Oké. Een YouTube-kanaal dan niet, maar het staat ook op mijn naam. Oh, zo, op die manier, ja.
Oké, okay, dus ja, volgens mij, jullie zijn allemaal best wel redelijk actief ook op, zeker LinkedIn ook. Ik hoor wel vaak ook van studenten dat ze daar nog niet zo heel erg mee bezig zijn, maar zeker jullie nou, toch een heel aantal wel. Ik denk hartstikke goed. Ik ben eigenlijk wel eventjes benieuwd als we jullie gaan googlen, wat we dan vinden van jullie. Is er iemand die zegt van nou, je mag mij wel googlen? Ja. Ik heb het toevallig eergisteren gedaan. Ik ben toevallig hoor. Oké. Okay. Mijn naam kan je niet vinden, want er zijn heel veel met mijn naam genoemd. Wat is jouw naam? Daniel van der Breek. Ja, van der Breek, dat is... Laat toch maar eens even kijken. Probeer maar een foto van het met de antwoord. Andere kant op. Ah, is dat? Van Den, DM. Ja. Oké. Okay. Klik eens op de LinkedIn-account. Misschien niet de vierde. Ja, vierde. Geen foto van. Oh, ik ben hier niet ingelogd, maar oké, okay, maar dus zelfs zonder dat ik op LinkedIn ben, kan ik dit van jou zien. Hey, en die andere mensen, hè? Want mijn eigen is altijd om op de bovenste te klikken. Op Daniel van der Brink, als je nog eens naar LinkedIn gaat, naar deze. Ja? Ook een IT'er. Ook een IT'er? Oké. Gewoon professioneel met... Ja. En wat heeft hij qua studie gedaan? Gefeliciteerd! Kijk, maar je zegt van er is van jou niet veel te vinden, maar het veroorzaakt bij mij al wel een beetje verwarring. Hè, van welke Daniel moet ik nou hebben? Een foto kan daar al bij helpen. Ik denk zo, altijd van een drink zeg maar goed. Ja. Of ik denk hierbij van, hij is van baan bij AIM. Shit, ik wil net... Gaat ze onderwerpen voor je over? Heb je een vraag? Ja, maar... Is dat dan niet een beetje per gezorgd dat jij jouw profiel zo moet aanpassen dat jouw werkgever jou kan vinden, zodat die dat goed kan keuren en kan denken van oké, ik wil hem hebben? Want, nou. Ik bedoel, ja, die social media, dat wordt niet in je sollicitatie opgenomen. Ze kijken ernaar, maar ze hebben het er niet over. En dan moet jij vervolgens ook nog eens moeite gaan doen om ervoor te zorgen dat je te vinden bent en dat ze de juiste dingen zien. Want die zijn niet op klik naar boven staan. Maar ja, voor hetzelfde geld is het weer een serie worden. Moet jij erop afgerekend om dat... Om wat voor redenen zijn. Ja, nou ja, en kijk, is dat terecht? Nee, dat is niet terecht. Maar het gebeurt wel. Kijk, dus als je dat voor wil zijn, hè, zeker als je mensen die dezelfde naam hebben als jij, waarvan je dus wel allemaal dingen op LinkedIn kunt vinden. Of, en ik zag ook een Twitter-account van Daniel van der Brink, misschien ook wel deze Daniel. Of ben jij dat? Nee. Een andere Daniel? Nou, geen idee. Hè, maar kijk, het lastige is natuurlijk altijd... dat ik geneigd zal zijn om snel te kijken en om daar niet heel uitgebreid naar te kijken. En dat jij... en dat ik denk dat jij op zoek bent naar een schoonheidsspecialist. Ja. En van de Renault hier. Is het geen Renault? Maar goed, kijk, het kan een beetje twee kanten uitgaan. Hè? Want je kan natuurlijk ook zijn dat ze van jou allemaal dingen vinden waarvan je ook niet wil dat ze gevonden worden. Wie van jullie, als je jezelf googelt, dat doen jullie vast allemaal wel eens een keer... Wie van jullie komt gekke dingen tegen? Niemand? Wie heeft zichzelf voor het laatste, wie heeft zich het afgelopen half jaar nog gegoogeld dan? Ja, de rest kan dan toch niet weten of je daar gekke dingen op vond. Ik dacht namelijk ook dat ik alles had afgeschermd, toen ging ik mezelf ook een keer googelen. En toen vond ik ook allemaal filmpjes die ik kennelijk geliked zou hebben op Facebook. Nooit aangeraakt, pas een keer op verkeerd geklikt. Ja. Dus dat heb ik toen meteen aangepast. Maar je zegt natuurlijk ook even van ja, dan moet ik er eigenlijk moeite voor doen. Want ik wel vind dat de boodschap is, binnen het onderwerp is, wees je er in ieder geval bewust van hoe je online zit. Kijk, je kunt denken van ja, ik ga er geen moeite voor doen. Dat is prima overigens. We hebben verder geen aandelen in Google of LinkedIn. Maar als je wel net zoiets hebt van nou, prima als bedrijf mij benaderen of als ik goed te vinden ben, dat iemand mijn portfolio kan zien of weet wat ik gedaan heb. Ja, dan zou ik wel bewust mee omgaan van ja, waar ben ik te vinden en hoe zit dat eigenlijk? Zou ik er wel over nadenken, een foto of op andere manieren om te zorgen dat je goed te bereiken bent, dat mensen weten wie je bent.
Dus zorg in ieder geval, als je jezelf niet hebt gegoogeld onlangs, dat je dat een keer doet. Zodat je in ieder geval weet wat er van jezelf te vinden is. Ja, wat ik zei, wij googelen kandidaten natuurlijk ook en dat zullen eigenlijk de meeste werkgevers doen. 10% van de kandidaten klinkt niet als veel, maar als jij een van die 10% bent, nou dan ben je natuurlijk wel behoorlijk de pineut. Tenminste, dat kan in ieder geval. Er zijn er 1 à 2 in deze zaal, dus als jullie allemaal eens over kunnen googelen. Ik sta er echt verbaasd om ook wat mensen niet afgeschermd hebben. Dit is fictief, dat is iets in Amerika, maar ik zie echt zeker op Facebook dat mensen daar gewoon niet bewust van zijn dat ik al die foto's kan zien die ze erop zetten. En dat er gewoon echt dingen van, dat ze ergens dronken in de goot liggen, bij wijze van spreken, opstaan. Ik vind het helemaal niet erg, het is niet erg dat je een keer met een biertje op de foto staat hoor. Ik bedoel, daar moet je helemaal niet kinderachtig over doen. Maar het is wel allemaal, draagt het bij aan het beeld wat ik van iemand krijg. En als ik alleen maar foto's kan vinden van iemand op een feestje, en alleen maar foto's van iemand dronken in de goot vind, nou dan is mijn beeld in ieder geval niet positief. Is dat terecht? Is dat terecht? Is maar zeer de vraag natuurlijk. Maar het is wel het beeld wat ik krijg. Of je dat nou wil of niet. Ja, het valt ook heel erg onder professionaliteit, hè? Nogmaals, doe ermee wat je wil. Hè? Het is jouw leven, het is ook jouw visie wat je zeg maar, voor jezelf op internet hebt. Maar wees je er wel bewust van dat andere mensen het kunnen zien als ze automatisch een beeld van je krijgen. Nogmaals, terecht of onterecht maakt eigenlijk niet uit. Als je zegt, ik vind het prima, wil het zo doen, nou, dan sta ik er 100% achter in wijze van spreken. Maar denk er wel over na, want professionaliteit is dat je ook nadenkt over wie ben ik, wat vind ik belangrijk. Allemaal dingen die we helemaal aan het begin genoemd hebben. En dat kun je met name ook als social media is daar echt een middel voor om dat uit te dragen. En daar ook echt dingen mee te bereiken. Maar dan loop ik ook iets voor uit, denk ik, op jouw verhaal. Ja, nou goed, daar komt het natuurlijk wel op neer. Ik denk dat 62% dat laag is. Ik denk met name zeker de grotere bedrijven, die zullen je allemaal opzoeken op Google. Ga er maar gewoon vanuit dat gebeurt. Dat is een beetje het negatieve plaatje waar we mee begonnen, net dat filmpje. Dat is eigenlijk een hele positieve manier juist om ermee om te gaan. Want natuurlijk, het is een beetje, ik wil jullie ook niet bang maken van social media zijn slecht of zo, want dat is het helemaal niet. Het gaat natuurlijk om het beeld wat je van jezelf vormt. Maar dat beeld kan ook heel erg positief zijn natuurlijk. Hè? Dus je kan LinkedIn, Facebook en al dat soort social media ook inzetten juist om iets te bereiken. En bedrijven gebruiken het dus ook. Dus dan is dat een heel makkelijke manier om te doen. En iemand die dit heel goed heeft gedaan, Frank Walinga, dat is een kandidaat van ons geweest ook. En die heeft een YouTube kanaal, had hij. En op dat YouTube kanaal, je ziet hier een aantal voorbeelden van dingen die hij erop had gezet. Heeft hij allemaal filmpjes gezet van afstudeeropdrachten en van stageopdrachten die hij heeft gedaan. Hij studeerde technische informatica, dus hij had een afstudeeropdracht met een robotarm die hij had geprogrammeerd, die allemaal fancy dingen deed. En hij liet ook zelfs deze filmpjes zien als hij bij een sollicitatiegesprek was. Dan pakte hij zijn iPad tevoorschijn en dan ging hij naar zijn YouTube kanaal en liet hij het zien. Maakt het heel erg visueel wat hij gedaan had. Een hele leuke manier ook, als je iemand zoekt, om een heel positief beeld van jezelf neer te zetten. Dus op die manier kan je het ook heel erg inzetten. En dit is natuurlijk heel anders dan als je hier 15 filmpjes hebt dat je staat te feesten in de kroeg. Nou, het heeft ook allemaal te maken met personal branding. En dat is meteen ook het volgende onderwerp. Is heel erg het beeld wat je van jezelf neerzet. En dus waar we het aan het begin over hadden. Nou, wat Lisanne net al zei. Hè, wat vind je belangrijk en wat voor type ben jij als persoon? Nou, zorg dat ook overeenkomt. Het beeld kun je uitdragen met hoe je online overkomt. Overigens vind ik ook een aanvulling wat jij helemaal achterin zei. Hè, van nou, ik heb allemaal middelen om mijn eigen bedrijf, als ik het goed begrijp, om die, dat zei je, hè, ja. Met websites en Twitter. Die zei je gebruik het zakelijk. Jij, hè? Ja, ik heb zelf een bedrijf. Nee. Ja. Ja. Werkt dat ook voor jou? Ja, het werkt als je goed krijgt eigenlijk zo'n maand baan aanboden. Oh joh, ja, dat is wel. Ja, nee, maar dat is inderdaad een perfect voorbeeld van hoe je dat kunt inzetten, zeg maar, in dit geval voor je eigen business. Maar uiteindelijk kun je het natuurlijk als student ook voor jezelf inzetten. Hè, voor opdrachten, bijbanen, maar ook hè, die enige gave stageplek tot uiteindelijk een baan daarna. Dat je steeds meer ziet dat bedrijven dat online gaan doen. Zelfs trouwens via Facebook werkt het heel erg goed, omdat je je netwerk daarvoor gebruikt en iedereen via wel iemand kent. Dus dat is echt een heel goed voorbeeld van hoe je dat kunt inzetten. Elevator pitch, zal ik hem van jou overnemen?
Ook al een onderwerp die... Dit vond ik... Ook al een onderwerp die jullie een beetje al gehad hadden, of waar jullie een beetje over gehoord hadden. Dus daar wil ik graag mee afsluiten, zoals jullie zien. En het valt ook wel wat mij betreft een beetje in de rij waar we het over gehad hebben. Dus LFP de pitch komen ook heel veel dingen samen. Van hoe kom je over op iemand? Maar ook wat vind je belangrijk? Hè? Helemaal aan het begin zijn we begonnen met die softe waarden als persoonlijkheid en loopbaanwaarden. Hè? Wat vind je belangrijk? Nou, dat komt eigenlijk heel erg goed samen in een LFP de pitch. Maar ook als het gaat om feedback geven dan wat minder. Maar ook als het gaat om hoe zet je jezelf neer? Nou, waarvoor gebruik je een LFP de pitch? Heb je daar een beeld bij? Als je iets wil van een ander. Als ik wil dat hij morgen mijn werkdocument maken overneemt. Maar doe ik dan een elevator pitch? Nee, dus het is iets specifieker. Bij een grote baas of zo, je project een idee hebt of zo, waarvan jij denkt, dat kan opleveren. Ja. Dat je dat probeert te verkopen aan elkaar. Ja. Ja, een idee verkopen of een project wat je in gedachten hebt. Ja, heel goed. Bij een elevator pitch kun je natuurlijk ook, waar het origineel vandaan komt, is eigenlijk jezelf verkopen. Hè? Dus waar komt elevator pitch die naam nou vandaan? Weet jullie dat? Ja, dat je met iemand in de lift staat. Dat je hem verhaal. Ja. Ja, binnen 2 minuten. Dus het komt origineel van, jij gaat naar dat bedrijf toe. Oké, de headquarters van Google is in Nederland. Kan. Nou, dat kan niet. Oké, de headquarters van Google is in Nederland. Jij denkt, daar wil ik gaan werken. Jij denkt, ik ga vandaag daar gewoon heen. Ik ga eens kijken of ze een stageplek hebben of dat ze vacatures hebben. Jij staat in de lift en jij staat ineens met de directeur of de manager waar je bij terecht wil komen in de lift. En je gaat van de 0e tot de 10e verdieping en die rit duurt 2 minuten. En jij gaat jezelf eens voor, hele langzame lift, goederenlift. En jij gaat jezelf eens voorstellen en zeggen waarom jij gaat werken bij Google. Dat was het idee van de elevator pitch, van wat zeg je dan? Het zijn vaak natuurlijk managers die heel druk bezet zijn, die heel belangrijk zijn. Zodat ik echt geen afspraak met jou maken, dus daar kom je normaal nooit mee in gesprek. Dus we moeten toch met de lift. Als je dan toch met z'n lift staat, dan heb je eindelijk 1 of 2 minuten om diegene te spreken. Ja. En dan kan je voor je verhaal doen. Dat is wel kort en krachtig. Ja. Het is natuurlijk één specifieke situatie. Hè? Misschien denk je nu, ik zie mezelf niet zo snel in die lift zitten en dan zie ik wel weer. Maar wat daarin zit is heel erg over jezelf nadenken van wat wil ik nou eigenlijk en hoe presenteer ik mezelf? Dus als je het hebt over professionaliteit. Een van de eerste vragen die je vaak gaat krijgen op een sollicitatiegesprek is stel jezelf eens voor. Ik weet niet wat er dan in jullie hoofd om gaat als ik dat zeg, maar ik zie echt de gemiddelde student echt choken. Ja, error, wat ga ik vertellen? Ja, en dan hakkelend komt het cv eruit. Maar is dat echt wat je wil vertellen waarmee jij iemand gaat wauwen? Ja, dus daar is een elevator pitch ook voor bedoeld. Denk daar eens over na. Ik heb een voorbeeld die ik... Ja, niet goed. Ja, wil laten zien... Heb ik die er niet in staan? Nou, dat komt zo. Ik ga jullie zo een voorbeeld laten zien. Topic die er ook bij hoort is personal branding. Jullie zagen het wellicht ook al bovenaan de sheet staan bij die Frank Walinga. Die zijn eigen YouTube kanaal had. Personal branding zit er eigenlijk een beetje in. Hè? Jezelf als merk beschouwen. En de regels die voor producten en bedrijven een stimulerend effect op de verkoop en marktwaarde hebben ook voor jezelf inzetten. Nou, het klinkt een beetje sales misschien of een beetje verkoperig. Maar goed, het is natuurlijk eigenlijk niet anders dat hij is freelancer. Eigenlijk doet hij precies hetzelfde. Hij heeft een product, misschien is dat in dit geval wel gewoon zichzelf en hij kan dat inzetten. Nou, als je dat voor jezelf hebt bedacht en je zit thuis te wachten, dan gaat er waarschijnlijk niet zoveel gebeuren. Tenzij jij eens gaat vertellen waarom er nou voor jou gekozen moet worden. Waar ben je nou echt goed in? Wat onderscheidt jou nou? Nou, dat is eigenlijk niks anders dan personal branding. En dat kan eigenlijk ook gewoon als je een LinkedIn-account aanmaakt. Doe ik ook, doet hij ook. Nadenken, wat zet ik erop? Hoe wil ik gevonden worden? Wat wordt mijn volgende baan? Ik ga nog niet... Ik kom over wat ik erop zet. Ja. En wij doen verbeteren. Dus wat is personal branding apart? Betrouwbaar en congruent.
Dus apart is dat je onderscheidend bent. He, had ik hier weer een zaal van 60 gehad, dan was dat overtuigender geweest. Maar stel nou jullie allemaal, zelfde minor waarschijnlijk, zelfde soort studie. Ja, wat maakt jou anders dan dat ik je buurman straks ga aannemen? He, dus dat je voor jezelf bedenkt, wat maakt mij nou uniek? He, brengt je ook weer op die persoonlijkheid en die loopbaanwaarde waar we het in het begin over hadden. Betrouwbaar blijkt zelfs uit onderzoek nog het belangrijkste te zijn. Dus een soort van gevoel van dat je het idee hebt, oké, diegene is authentiek. Oké, diegene die heeft niet een of ander lulverhaal, maar dat is echt... dat is heel moeilijk natuurlijk om dat A, zo over te laten komen en B, om daarop te anticiperen. Maar dat speelt ook heel erg mee. Bij reclame is het ook heel belangrijk, zeker bij dingen als verzekeraars of... supermarkten, dat mensen het gevoel hebben dat ze je kunnen vertrouwen. Het gevoel hebben dat je ze niet beladen. Dat zij jou niet beladen. Dat is in reclame heel belangrijk. En dat is dus in zo'n personal branding en zo'n elevator pitch daarmee ook de belangrijkste dingen in het achterhoofd. Congruent is eigenlijk consistent. He, dus dat je zorgt dat jouw social media, dus jouw YouTube kanaal, jouw Facebook, jouw LinkedIn, alles wat je inzet voor jezelf, je eigen website, dat dezelfde boodschap heeft. Dus dat de een niet party is en de ander heel serieus bijvoorbeeld, of de een zich richt op het een en de ander op de ander, maar dat daar een bepaalde consistentie in zit. Hoe heeft dat te maken met als je bijvoorbeeld op je stage zit, en op je stage ben je gewoon professioneel en zakelijk, maar op zekere hoogte. Als mensen vervolgens op jou, op je naam gaan googelen en ze komen op Facebook, komen ze allemaal hele gekke foto's van je tegen. En dat zijn twee hele andere beelden die je van jezelf... Nou, het is natuurlijk erg dat je op je Facebook natuurlijk wat meer informeel bent, hoor, dat is niet erg, maar als het echt te veel gaat verschillen, gaat dat niet zo van schuren. Dan klopt het niet met elkaar. Dan ben je niet congruent bezig. Dan denken mensen, je speelt een rol als je hier aan staat. En ben je niet betrouwbaar. Ja, dus hoe maak je je eigen personal brand? Denk na over je unique selling point. Hè, waar ben ik nou goed in? Wat zijn nou de 2-3 sterkste dingen wat mij nou zo bijzonder maken? Je doelgroep bepalen aan wie vertel je deze boodschap. Dat is al wat specifieker. En vervolgens heb je je brand. Hè, dus die breng je samen. Ik ga hier wat sneller doorheen in verband met de tijd. Maar ook omdat ik dit heel erg wil koppelen aan de elevator pitch. Want daar zitten eigenlijk dezelfde dingen in. Ja, laten we deze wel even doen. Eline Rademaker heeft meegedaan aan het NK Elevator Pitch. Ik zie geen verbaasde gezichten, maar ik was heel verbaasd dat er een NK Elevator Pitch was. Jullie kennelijk niet. Zij zat in de finale. Dus ik wil eigenlijk haar laten zien. Helaas heeft zij geen IT-achtergrond, maar zij doet wel een best wel interessante elevator pitch. Heb jij hem? Alright. Ja, ga je zien in het filmpje inderdaad. Ja, ja, Eileen is er. En haar doel omschreef ze eerst als sollicitatie, maar dat is op zich niet. Het solliciteren is natuurlijk haar doel op zich. Ja. Wat is je doel? Mijn doel is om te laten zien dat ik er ben en wat ik kan. Oké. Okay. Goedemiddag, mijn naam is Eileen Rademaker en jullie heb ik mijn HBO-diploma dier- en gezondheidszorg. Zodra ik dit papiertje in mijn handen heb, wil ik graag aan het werk gaan als een praktijkmanager op een dierenartspraktijk. Ik heb namelijk tijdens verschillende stages gemerkt dat er nog één beest mist in die hele beestenbol en dat is de spinnen met web. Iemand die ervoor kan zorgen dat de dierenarts zich geheel kan focussen op de gezondheid van de dieren, dat de praktijkzaken gewoon geregeld zijn. Tijdens mijn studie heb ik veel geleerd over marketing, PR en communicatie en daarnaast bezit ik ook specifieke kennis over diervoeding en diergezondheid. En met deze unieke combinatie tussen dier en management weet ik dat ik het beste uit een dierenartspraktijk kan halen. Dus mocht u nog op zoek zijn naar een praktijkmanager, bent u bij mij aan de juiste adres. Ja. Dankjewel. Diep verzucht. Ja. Ik heb altijd de neiging om alles in één aan. Ja, wat vonden jullie hiervan? Ja, snel. Ja, dus het was wel erg snel. En voor de rest? Duidelijk, sterk. En wat maakt het dan zo sterk en duidelijk? De metaforen die ze gebruikt. Ja, dat is sowieso wel, ze wisten heel goed. Spinnen, ja. Het kan een beetje cheesy, maar het komt wel over. Juist omdat het een beetje cheesy is. Ja. Het is gewoon wel heel ingestudeerd. Ja. Echt met haar praten was, het was gewoon een prestatie. Ja.
Ja, het was een soort zelfpresentatie eigenlijk. Ja, dat is wel zo. Dit is natuurlijk wel ook echt het NK. En dat is ook wat ik veel hoor van studenten inderdaad. Van, ja, het klinkt zo ingestudeerd en ja, het voelt niet echt. Maar ik geloof wel echt als je een elevator pitch voorbereidt, dat je het ook heel erg op je eigen manier kunt brengen. En dat het ook niet zo statisch hoeft te zijn. Kijk, ben ik wel met je eens. Ik ga nu die elevator pitch houden, ga ik voorbereiden. Wat je normaal gesproken natuurlijk hebt, wat kenmerkend is voor een elevator pitch, is dat je niet van tevoren verwacht dat je diegene tegenkomt in de lift. Of bijvoorbeeld dat je op een feestje staat en op een gegeven moment word je op een draai om en word je voorgesteld aan, hé, dit is trouwens manager van je theebedrijf, dat jij niet ook iets met die thee? En bam, daar ga je. Nou, dat is wel handig als je van tevoren keer over hebt nagedacht. Ja. En dan zal het maar eens minder ingestudeerd klinken omdat het niet ingestudeerd is. Maar het helpt je wel als je het goed stelt na. Ja. Ja, goeie. Nog andere dingen die jullie opvielen? Wat zat er allemaal in? Dingen waar je van tevoren over na moet denken? Wat het kan en wat we geleerd hebben. Ja. Ja, dus dat heel duidelijk op een rij van A, waar ben ik goed in? Dus misschien wat meer persoonlijk. Wat kan ik goed? Wat heb ik geleerd en wat wil ik vervolgens doen? Dus dat zijn een aantal dingen waar je van tevoren heel erg over na moet denken. Wat ook weer samenbrengt waar we het aan het begin natuurlijk over gehad hebben. Maar elevator pitch, korte presentatie, wie je bent en waar je goed in bent. En ik vind eigenlijk ook nog wat je wil, hè, of waar je naar op zoek in bent, wat je interesse is. Ja, wat je zoekt. Ja, 40 seconden, dat is wel erg kort trouwens, we hadden het net over 2 minuten. Enthousiast van toon, eindigen met een vraag. Dat zou ook nog kunnen, hè? Van ja, ik ben heel erg, stel je wilt een elevator pitch doen voor een stage. En je eindigt met, ik ben eigenlijk op zoek naar een stage daar, naar dat. Hebben jullie dat? Of past dat? Of hoe zie je dat binnen je bedrijf? Dan leg je het meteen bij de ander neer. Hè? Dus iemand kan ook, als jij je elevator pitch gedaan hebt, denken... Oké, okay, doei, hier moet ik eruit. Nee, ja. Met zo'n vraag motiveer je iemand mee. Ja. Gaat hij nadenken. Als je een vraag hebt, ga je nadenken over een antwoord. Als je gewoon een elevator pitch hebt, dit ben ik, punt, dan denk je... Oké, okay, nou, ik moet het hier uitdoen. Terwijl als je diegene een vraag stelt, heeft u een stage mee? Een stage. Dat heb ik niet, maar ik ga het bij die en die navragen. Of ik introduceer wel even bij die en die. Ja, goeie. Ja, jullie raden hem al. Ik wil eigenlijk afsluiten met dat jullie je eigen elevator pitch gaan maken. Allemaal. En dat er 1 of 2 bij uitkiezen om hiervoor even een elevator pitch te houden. Laten we hem tot 5 voordoen. Dus als de grote wijzer op 11 staat, dan nodigen we 2 uit hiervoor om een elevator pitch te doen. Denk er even over na, hè. Staat hier alles op? Ja. Hè, wie je bent, waar je goed in bent en wat je zoekt. Pak pen en papier, zeg ik altijd, maar dan kijken jullie me vaak nog verveelder aan. Dus pak iets van iets waar je op kunt typen, schrijven. Maak voor jezelf even een elevator pitch. Gebruik even die 7 minuten. Dus als je dat leuk vindt, kun je dat aanvinken. Zeg maar, daar heb ik geen interesse in, maar ik vind het wel leuk om een telefoontje te krijgen voor me als studeren. Dan kun je je gegevens achterlaten. Ik laat ze gewoon even rondgaan.
Zijn er vragen? Schrik me even aan en maak ondertussen nog je. Denken, ik ga nu de mogelijkheid aangrijpen om, om de opportunity te hebben om iemand eens te laten kijken naar mijn elevator pitch, ja? Oh, je hebt een... Wat zei je? Maar maakt niet zoveel uit, want het kan... Kijk, waar het om gaat is dat het jouw unique selling point is. En als dat heel erg sterk zit in je hard skills, dan kan dat. Over het algemeen denk ik dat hetgene wat jou uniek maakt... Dat zal niet zijn die ene programmeertaal die je kent.
Want dat zijn eigenlijk in principe alle mensen van je studie. He, dus het maakt niet zoveel uit, het is niet een heel harde eis van dit moet erin zitten en dat moet er niet in zitten. Maar zorg dat het echt uniek is voor jou. Zijn er mensen die zelf al zeggen ik wil naar voren? Helemaal niemand. Wie gaan we aanwijzen, Vinnie? Nou, ik wil hem eigenlijk wel eens even horen van jou. Nice. Hij is nog niet af, maar ik wil het proberen. Nee, maar het, dus je hebt ook maar 5 minuten gehad of 7 minuten. Als je hiervoor wil komen staan? Ja. Ja, ik wil wel graag stilte voor jullie stoere studentcollega die hiervoor dit gaat voordragen. Ik ben jouw microfoon. Oh, ja, is goed. Goedemorgen nog allemaal. Mijn naam is Fons Meijne. Ik ga vandaag wat vertellen over mezelf en waarom jullie mij moeten aannemen voor een stagebedrijf. Ik ben een ICT-student. Ik zit nu in mijn laatste jaar op het HBO. Ik heb cum laude en proper duis gehaald. En waar je mij aan herkent is dat ik een harde werker ben. Dat ik competitief ben. En dat ik dat ik in veel dingen gewoon goed mijn best doe. Ik ben altijd een harde werker en ik ben altijd gedreven om het beste uit mezelf te halen. Dus ook op jullie stage. Al mijn vorige stagebedrijven hebben mij verder aangenomen in of vakantiewerk of in vaste dienst een tijdje. En dat laat heel goed zien dat ik gewoon een harde werker ben. En dat vaak mijn baas gewoon heel tevreden met me is. Gewoon puur om hoe gedreven ik ben en hoe hard ik werk. Dus de vraag is aan jullie. Hebben jullie een harde werker nodig? Als dat zo is... Dan ben ik je man. Nice. Super tof, dankjewel. Ja, feedback, wat vonden jullie? Voor mij kwam het goed over, jij zei 5 keer dat je harde werker. Ja, ik kwam goed over 5 keer harde werken, dus wel echt een harde werker. Ander feedback, hij heeft hier gestaan voor jullie, dus ik neem aan dat jullie wel wat... Moois kunnen zeggen. Ja. Ja, vraag op het einde. Verder? Ja. Oké. Ja. Ja, dus hij zegt dat anderen over hem zeggen in plaats van dat hij zegt dat het zo is. En dan komt het minder betrouwbaar of wat minder stevig over. Ja, leuk dat anderen dat vinden, maar wat vind jij van jezelf? Wat vonden jullie daarvan? Uit onderzoek blijkt juist dat mensen die worden aanbevolen... Of dat nou door mensen is die ze kennen, ja of nee, dat die als betrouwbaarder worden ervaren. Dus ik vond het juist een heel sterk punt wat je deed. Dat je echt liet zien. En het waren ook gewoon concrete feiten. Je zei van nou, al mijn stages die ik heb gehad, ben ik daarna weer aangenomen voor zomerwerk of voor vakantiebaantje of wat dan ook. En dat laat zien dat ik het heel goed heb gedaan. Dat vond ik heel erg sterk. Ja. Ik denk wat ik misschien nog een beetje miste in jouw elevator pitch is waar je nou precies naar op zoek bent. Een stage volgens mij, maar wat voor stage dan precies? Dus dat is misschien nog wat om het concreter te maken, maar ik vond het verder wel een heel overtuigend verhaal. Ja. Oké, top. Ja, heel goed. Dank je. Oké, jongens, we gaan het hier even bij laten, gezien de tijd. Opluchting alom. Heb je nog vragen? Schiet ons even aan. Hebben jullie er wat aan gehad? Ja, zeker. Ja? Oké, heb je nog feedback of andere dingen, schiet eens even aan. Voor de rest bedankt en heel veel succes verder. APPLAUS